Het lijkt wel alsof ik niks aan het doen ben en dat klopt ook. Want als je aan het stomen bent, dan hoef je even helemaal niks te doen. Dat hebben we van de Chinezen geleerd. In die mandjes deden ze dat, hop, boven het stomende water. Nou, dit kan ook. Ik heb gewoon apparaten voor. En dat hoor jij ook te hebben. Of je maakt het gewoon. Het is allemaal niet zo moeilijk. Met zo'n groentemandje kom je al een heel eind. Stomen, dat is essentie, want die maakt het alleen maar warm. En die houdt er eigen smaken in zichzelf. Nou, we hebben een dorade genomen. En die dorade, daar hebben we een beetje bosui onder gelegd. En een beetje koriander. En een beetje peterselie. En wat citroen daarnaast. En meer hoef je helemaal niet te doen. Oh, wat zout heb ik erover gedaan. Met dit ding, dat kan ik op 80 graden zetten. Dat wordt niet te heet, wordt niet te warm. Ah, ga ik 20 minuten misschien een glaasje wijn drinken, een boekje lezen. Oh, een sausje maken. Dat is moeilijk. Sojasaus. Een beetje azijn. En dan bak je een beetje sambalkassie van tevoren. Blus je af met de sojasaus. Blus je af met de azijn. Dat sausje, dat zet je in een klein bakje. Daar schep je, dat snij je wat verse uit doorheen. En dan neem je met twee stokjes een stukje van die dorade, haal je er even doorheen. Nou, dat zal ik zo wel laten zien, toch? We gaan nou nog even niks doen. Je trekt het velletje eraf, zet er een streepje met een mes in en dan eet je hem gewoon zo. Met je stokjes, kleine stukjes ervan. Even indopen in dat sausje. Helemaal klaar.